Er is de laatste tijd erg veel te doen over de talkshow van Eva Jinek, die van de zender top kennelijk steeds langer moet duren. Een recente uitzending die maar liefst 1 uur en 40 minuten was voor critici de druppel die de emmer deed overlopen. Zelfs haar eigen tafelgasten Euskan Akjol en Gert Verhulst vinden dat het programma te veel gerekt wordt. De laatste tijd blijven excessen Eva bespaard, maar toch duurt het programma nog steeds erg lang. Gisteren moesten kijkers 1 uur en 20 minuten op hun stoel blijven zitten. Daar waren niet enorm veel mensen voor te porren, met 591.000 kijkers, 15%, scoorde de presentatrice wederom teleurstellend. En Eva had nog wel een uitstekende lead in Married at First Sight kon rekenen op 1 miljoen kijkers, 20%. Kan Jinek niet gewoon ingekort worden in de hoop dat afgehaakte kijkers weer terugkeren? Dat wordt op korte termijn een lastig verhaal, legt oud SBS-zenderbaas Tina Nijkamp uit. Het is volgens Tina een budgetkwestie. Ze schrijft op haar analysekanaal: Jinek zit helaas weer onder de 600.000 kijkers en op 14% marktaandeel in de commerciële doelgroep. Ai, ondanks alle kritiek op de lengte anderhalf uur is te lang vermoed ik dat de show voorlopig toch wel zo lang zal blijven. Hoezo dan? Dit omdat er anders een gat ontstaat van een half uur, of het late nieuws begint vroeger, waardoor er daarna een gat is. Want wat programmeer je daar dan als zender? Daar is in het programmabudget ook geen rekening mee gehouden. Het inzetten van een extra programma kost veel geld, legt Tina uit. Want Jinex zal niet veel goedkoper worden door een half uurtje in te korten en er moet dus een extra programma worden gekocht en ingezet en de vraag is dan ook nog of die wel 14,1% marktaandeel gaat scoren.